Het Europees buitenlands beleid en het ontwikkelingsbeleid heeft eigenlijk ondertussen nog maar één doel. En dat is heel erg. Dat is migranten daar houden. In plaats van echte armoedebestrijding. We zijn hier de volgende crisis aan het organiseren. Als we zeggen, we besteden al ons geld aan het tegenhouden van migranten. Het betalen van hekken om mensen tegen te houden. Mensen stoppen niet bij een hek omdat het er staat. Mensen vluchten niet omdat er een gat in het hek zit. Mensen vluchten voor een oorlog of een crisis. En dat zien wij over het hoofd. En Europa suggereert dat we migranten en vluchtelingen weg kunnen houden. Dat is niet zo.